Hallo beste kijkers en welkom aflevering 9 van de Paisweg naar de Benelux. We gaan natuurlijk weer proberen om onze winningstreak terug te pakken nadat we in de vorige aflevering hadden verloren. Wat best wel zuur was, want het was een beetje onverdiend. Maar ja, we gaan eens proberen om weer terug te komen in de winnende stellingen. En dan gaan we proberen tegen dit team. En dit team was op zich best redelijk, zoals je zal zien. Maar ook als je voor coins op zoek bent, dan check even link in de beschrijving justfivacoins.nl. En als je de code HEES gebruikt, krijg je 5% korting. En ik heb ook goed nieuws voor jullie. Want gisteren werd aan mij gevraagd of ik een free kick tutorial wilde doen, ofwel gewoon een tutorial voor vrije trappen. En dat wil ik best doen, dus als we 350 likes halen, upload ik ergens deze week nog een vrije trap tutorial. En ik weet dat 350 likes veel is, maar we hebben het ergens deze week al gehaald. Dus ik ben benieuwd of we deze keer weer gaan halen. En dan zie je dus ergens deze week een vrije trap tutorial. Dus als je de video nu niet geliked hebt, kan je dat altijd doen. En dan kan je dus ergens deze week verwachten. Maar we gaan dus terug naar de gameplay en je ziet dat wij slecht bezig zijn. Want ik krijg voor het eerst in deze serie een jantje teken. Dus ik dacht van oké, dan moet iets veranderen. En dat heb ik al in iedere road to gezegd. Als iets niet goed gaat, dan moet je het veranderen. En dan had ik dus gedaan. Ik ben 4-1-2-2 gaan spelen en ging op de counter spelen. En dat werpte dus zijn vrucht af, want je ziet hier dat wij niet veel later op een soort comeback komen. Dan scoren hier de 3-2 en niet veel later krijgen we hier met 9 goalen nog een goede kans. Geef hem voor, Ben teken en die kopt de 3-3 erin. Niet veel later krijgen wij nog een heel goede kans. Zoals je kan zien komt de bal vrij bij de paai. Kan hem er jammer genoeg niet inschieten, maar dan drukt mijn tegenstander op pauze. En ik dacht eerst van, wat gaat hij nu in godsnaam doen? Ik ga dus maar even wissel aanbrengen. Maar dat was niet nodig om mijn tegenstander Reetske dus uit het niks. Maar omdat hij gelijk heeft gespeeld en niet heeft gewonnen, doet deze wedstrijd voor alsof hij nooit gebeurd is. En dat vind ik het enorm frustrerend, want ik had deze wedstrijd makkelijk kunnen winnen. Maar ja, ik moet eigenlijk wel een beetje blij zijn dat we alsnog zijn teruggekomen en dat ik in ieder geval niet verloren heb. Want dat vind ik veel belangrijker en dus gaan we alsnog gaan proberen om de winst te pakken tegen deze tegenstander. We komen dus hier goed vrij met Leroy Fer en die heeft een heel erg goed schot. Wat ik al eerder had gezegd dat ik dat niet had verwacht, maar hij kan echt heel goed schieten. En laat hij zien en scoort de 1-0 erin en niet voor later komt hij bij teken ook vrij. Hij kan niet gestopt worden door mijn tegenstander en hij kan dus gewoon volop vrijuit gaan schieten. Krijg ik de Perfection Trophy wat eigenlijk nergens op sloeg. Want de Perfection krijg je als je een perfecte hattrick had scoort. Want het is als je met je sterke been, je zwakke been en met de kopbal scoort. Maar in de vorige wedstrijd had ik met mijn zwakke been en met de kopbal gescoord. En deze keer met mijn sterke been. Maar om een van de reden telt alsnog gewoon als één wedstrijd. Maar ja, het is weer een trophy extra. Dus dan krijg je ook nog een penalty met Memphis Depay. Want ik wil natuurlijk dat hij zoveel mogelijk goals scoort. Ik zal ook aan het einde van deze aflevering of ergens in deze aflevering laten zien hoeveel goals iedereen heeft gescoord. Hoeveel goals Mirallas heeft gescoord. Hoeveel Benteke er heeft. En hoeveel Memphis Depay er heeft. Ik heb dan nog één goals terug. Maar ja, het bracht niet echt de spanning terug. En dus winnen wij deze wedstrijd met 1-4. Wat wederom weer een prima resultaat is. Dus we zijn weer lekker bezig om weer onze winnende vorm terug te pakken. We hebben dus één keer verloren in deze divisie door, ja, best wel een vervelende manier. Hier zie je dus hoeveel iedereen heeft gescoord. Memphis Depay 36 goals, 21. Benteken 39 goals in 20 wedstrijden. En uiteindelijk dan Mirallas, kan ik net niet lezen. Want ik heb zijn mijn preview schermpje, een heel klein scherm in mijn bewerkprogramma. En daardoor kan ik het net niet zien. Maar jullie hebben het wel goed gezien. Volgens mij is het iets van 16 goals in 14 wedstrijden. In ieder geval meer goals dan wedstrijden gespeeld en dat is eigenlijk gewoon wat ik prima vind. Ik coach ook een paar versterkingen voor als mijn andere spelers moe zijn en dan kan ik gewoon wisselen en dat betekent dat ik nu op iedere positie een andere goede speler staan en wij komen dus tegen dit Bundesliga team. Best wel prima, want hij heeft natuurlijk Ribéry en Robben en Lewandowski. Dus een van de drie gevaarlijkste spelers om voorin tegen te krijgen, maar alsnog beginnen we deze wedstrijd heel goed. We scoren hier de 1-0 met Benteke en niet voor later krijgen wij een klein gelukje. Want hier komt Benteke vrij en ja, je denkt van oh die gaat er al in. Het gaat nog niet zo heel makkelijk, hij gaat via de keeper en ik weet niet wat die verdediging aan het doen is. Moet zo'n schot eigenlijk gewoon stoppen? Gebeurt niet, dus ik krijg de 2-0. Maar hij zal wel gewoon terugkomen, want mijn verdediging is natuurlijk nog niet al te sterk. En ik word dus hier volop uitgerend en krijg dus de 1-2 teken. En net voor het einde van de eerste helft zal hij de score op gelijke hoogte brengen, want hier komt dus hij aan met echt een verwoestende kopbal. Kon ik niks aan doen, maar we krijgen dus de 2-2 teken. Maar daarna krijg ik pech, want je ziet het hier. Mijn LAN cable is zogenaamd not connected. Oftewel, in één keer vliegt mijn internet eruit, wat eigenlijk gewoon nergens op sloeg. Want internet deed het weer, want niet voor later, echt 20 seconden later, kon ik weer connecten. Dus het was gewoon een stomme fout van EA waarschijnlijk, waardoor ik alsnog heb verloren. Wat ik echt frustrerend vind, want ik was niet aan het verliezen. Ik was gewoon gelijk aan het spelen. Dus doe dan ook gewoon alsof die wedstrijd nooit gebeurd is. Maar doe dan niet om mij een los te geven. Dat vond ik dus wel echt extreem frustrerend, dus ik was die dag ook gestopt met FIFA. En dit is weer de gameplay van de volgende dag. Toen ik dacht van ja, ik ga het weer proberen met mijn internet. Maar ik zal waarschijnlijk geen wedstrijd meer spelen. Ik ga nog wel een paar spelers kopen. Want ik dacht van ja, ik moet iets veranderen, want ik wil gewoon een andere formatie doen. Dus ik ging de 3-4-2-1 formatie spelen en koop dus Menga en Ibi Afellay. En dit is dus hoe ons team er uiteindelijk uitziet en ook het einde van de aflevering. Dus ik hoop dat je hem leuk vonden. Nogmaals 350 likes en dan krijgen we ergens deze week nog een free kick tutorial. Je kan me ook altijd voor op Twitter, het is @hazerols en nog altijd abonneren als je het niet gedaan hebt. En tot de volgende video jongens, later.